De Nationale Assemblée heeft geen gemakkelijk dienstjaar achter de rug. Vooral vanwege de druk op de organisatie na de uitspraak van het Constitutioneel Hof in de kwestie van de aanpassing van het kiesstelsel. Assembleevoorzitter Marinus B. sprak gisteren tijdens een persmoment over zijn ervaring in 2023 en zijn voornemens met het parlement voor 2024. Op een gegeven moment was het een race tegen de klok. En mensen begonnen allerlei scenario's uit te werken. Van omdat ze geen verkiezingen willen, omdat ze langer willen aanzitten, willen ze niet werken aan de wijziging van de kies, verschillende wijzigingen van de kiesregeling en de grondwet om die verkiezing in mei 2025 mogelijk te maken. Ja? Allerlei dingen werden gegooid. Ik heb zelf een rechtszaak gekregen, maar ja, natuurlijk zoals verwacht hebben we die ook gewonnen. Maar het gaat erom dat we toch positief eruit zijn gekomen als land. Ja? Puur vanwege het feit dat we onze verantwoordelijkheid kennen. U begrijpt, het is een... Politiek is een belangenspel. Ja, wordt op een belangenveld gespeeld. B. wees er nogmaals op dat partijen elkaar hebben gevonden na alle felle discussies en gedwongen veranderingen in 2023. Er is water bij de wijn gedaan om gezamenlijk het groter belang te dienen. En uiteindelijk hebben we die wijzigingen behandeld en het is met algemene 40 stemmen aangenomen. Ja, en dat was een geweldig ding. Waar we trots als land mogen zijn. Want als dat niet het geval was, hoe zou die chaos zijn in het land? Want mensen kijken uit naar de verkiezingen van 2025. Dus dat zou je niet kunnen overzien. Ten meer als je aan het begin van het jaar, we praten over 17 februari, de totale aanval, vernietiging op onze assembleegebouw. Dan denk je dat dat echt een upgrading was van het werk dat wij als Nationale Assemblée doen. Ja, om de samenleving oprecht te dienen. B. zegt verder dat er nu beter moet worden gecommuniceerd met de samenleving. Er moet meer geïnvesteerd worden in communicatiemiddelen om het volk tegemoet te komen.